Live bij Thomas wordt mede mogelijk gemaakt door MA Producties. Welkom bij een nieuwe aflevering van Live bij Thomas. Iedere zondagavond tussen 8 en middernacht zit ik op Unity FM. En dan heb ik zo tussen 10 en 11 wat live muzikanten over de vloer. Ditmaal een band, niet echt uit de regio, ietsje verder naar het zuiden. One Finger Policy. Ze weten zelf niet zo goed hoe ze hun stijl moeten omschrijven, maar geniet gewoon mee. Dit is de eerste, Lie to Me. Lie to Me van One Finger Policy. Laten we snel doorgaan naar de tweede. Dit is Raz. Hey.
take but what you give. Is it what you take but what you give? Is it what you take but what you give? Is it what you take but what you give? Is it what you take but what you give? Is it what you take but what you give? Is it what you take but what you give? Is it what you take but what you give? Is it what you take but what you give? Is it what you take but what you give? Is it what you take but what you give? En wat ook lekker is, is de muziek van One Finger Policy. Die staan nu tegenover mij. Gasten, goeie avond. Kom heel even wat dichterbij, de microfoon. Schaam je niet al een beetje een camera omver. Dat is allemaal niet zo'n probleem. Hey, Daan, Simon, Marcel, Etienne en Thomas heb ik tegenover me. En dan vraag ik gewoon heel even aan Etienne. Hoe zou je One Finger Policy het beste omschrijven? Ik denk gewoon passie voor muziek. Passie voor muziek. Met hele goede vrienden van elkaar. En daar proberen we wat van te maken. Kijk, en Thomas, met wie zouden jullie een beetje vergelijken eigenlijk? Wat is een beetje een band zoals jullie? Want een stijl is moeilijk te zeggen, maar zijn jullie te vergelijken, Thomas? Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar ik weet het niet. We willen wel gewoon bot. Ik hou wel van de vibe van de Peppers. En ik denk dat wij ook wel zoiets hebben. Gewoon alle kanten op kunnen gaan en lekker funky, lekker. Je blijft wel horen dat jullie het zijn, inderdaad. Dat is het fijne. Hey, er is bizar weinig over jullie te vinden. Dus ik ben eigenlijk meer nieuwsgierig. Wat hebben jullie in 2014 allemaal gedaan? Wat is er allemaal gebeurd tijdens 2014 voor One Finger Policy? En dan mag degene initiatief nemen die het meest weet. Denk je heel veel makkelijk kletsen? Ja, wij hebben heel veel geoefend. Mm-hmm. Vooral. Heel veel nummers geschreven en gemaakt. Mm-hmm. En we zijn ook begonnen met opnemen van een EP'tje. Oké, okay. En hoe ver zijn jullie daarmee? Halverwege. Halverwege, en april, mei gaat het er misschien aan zitten komen. Welke nummers staan er een beetje, of tenminste, hoeveel nummers gaan jullie op de EP zetten? Vijf, hè? Vijf nummers gaan we doen. Ja. En ongeveer een half uurtje muziek. Korte nummers, wat langere nummers ook, dus het is wel. En de meeste nummers die we vanavond spelen komen ook wel op de EP. Want ik ben, moet ik zeggen, wel echt aan het genieten vanavond. Ik vind het heerlijke muziek, zo een beetje, ja, garage rock heb ik tot nu toe een beetje gehoord. Maar wat ga je nu zo meteen spelen bijvoorbeeld? Gaat dat heel anders klinken of is dat nog wel enigszins een beetje jagerschut? Ja, de volgende wordt heel funky en daarna, die kan ik helemaal niet echt plaatsen geven. Een hele andere sfeer. Ja, een totaal andere richting. Niet zo druk. Oké. Okay. Hey, en dat vraag ik me dan wel. Hoe ziet een optreden voor jullie normaal uit? Kijk, hier is natuurlijk geen publiek, maar publiek, hoe gedraagt het zich? Gaat het zich springen? Zit het aan de bar een biertje te drinken? Wat moet ik me erbij voorstellen? Ja, op zich, ons publiek, wat onze muziek leuk vindt, is eigenlijk heel breed. Van oudere mensen tot en met jongere gasten. Mm-hmm. Ja, en eigenlijk, de reacties zijn heel positief. Maar ontstaan er ook van die moshpits en dat soort dingen of niet? Ja, mensen gaan vooral los als wij de muziek spelen en we brengen de energie over. Dan zien we dat ook wel terug in het publiek. Ja. Dat moet ik ook wel zeggen, als ik zit te kijken, dan zit ik wel te genieten hoe jullie die muziek inderdaad aan het spelen zijn. Hey, willen jullie nog wat kwijt op de radio voordat jullie zometeen teruggaan om nog een liedje te spelen? Willen jullie nog wat melden aan de luisteraar? Ik wil in elk geval vermelden dat wij 4 april hebben een optreden als onze drummer even zijn best doet. Mm-hmm. Los daarvan, kun je onze website een beetje in de gaten houden, onefingerpolicy.com.
toch een beetje spammen. Maar dan daar komt straks onze EP terecht. En dan hou je ons in ieder geval een beetje in de gaten. Mocht je het... We komen eraan. Dat is in ieder geval goed om te horen. Gasten, ga lekker terug naar de speelplaats, zou ik zeggen. En dan horen we jullie zo meteen gewoon weer live. Wat ze zeiden het al, onefingerpolicy.com. Ze hebben ook een facebook.com/onefingerpolicy. Die kan je natuurlijk ook gewoon gaan volgen. En dan blijf je zeker wel op de hoogte wanneer die EP van hun eraan zit te komen. En eventueel ook natuurlijk nieuwe muziek. Ik ben benieuwd. Ze gaan zo meteen iets funky spelen. Iets funkies. Nee. Oprecht leuke gasten op de vloer. One Finger Policy en vooral mijn naamgenoot Thomas, die is een beetje geinig gekleed. Geniet mee van de laatste plaat van ze. You Know. Yeah! Van One Finger Policy. Leuk dat je keek naar Live bij Thomas. Volgende keer heb ik natuurlijk gewoon weer nieuwe artiesten voor je klaarstaan. Live bij Thomas werd mede mogelijk gemaakt door MA Producties.